Tijdens een interview met RTL lijkt Geert Wilders zijn zelfbeheersing te verliezen, waarbij hij een journaliste naar verluid een zuur wijf noemt. De politicus, bekend van de PVV en zijn succes bij de afgelopen verkiezingen, raakt geïrriteerd als de journaliste blijft doorvragen over tweets die hij eerder plaatste. Uiteindelijk vertrekt Wilders gepiqueerd uit het interview, maar niet zonder nog een laatste opmerking te maken. In de reacties op het fragment tonen sommigen begrip voor zijn reactie, terwijl anderen zich zorgen maken over zijn uitspraak. Het incident gebeurde tijdens een interview waarin de journalisten Wilders vragen stelden over tweets die hij recentelijk had geplaatst. De herhaalde vragen lijken de PVV-leider te irriteren, wat uiteindelijk resulteert in zijn vertrek uit het interview. Op weg naar de deur laat hij een binnensmondse uitspraak horen, die door de journalisten wordt opgevangen en als zuur wijf wordt geïnterpreteerd. In de reacties onder het fragment uiten mensen verschillende meningen over het incident. Sommigen begrijpen Wilders' frustratie en vinden het gedrag van de journalisten vervelend, terwijl anderen zich zorgen maken over de woordkeuze van de politicus. De opmerking Zuur Wijf roept vragen op over zijn verbale uitbarsting en of dit gedrag passend is voor een politicus, vooral een die ambities heeft om premier te worden. Dit incident voedt de verdeelde meningen over Geert Wilders en werpt een nieuw licht op de relatie tussen politici en de media. De discussie leidt op over hoe politici omgaan met kritiek en de rol van journalisten in het stellen van kritische vragen. Het voorval zal ongetwijfeld invloed hebben op de perceptie van Wilders en zijn politieke imago, zowel bij voor- als tegenstanders.